Prokkelstage bij N1, NEC op toekomst voorbereid en koudwatervrees bij de reddingsbrigade. Dit is het N1 nieuws van vrijdag 6 juni. In het kader van de Prokkelweek organiseerde netwerkorganisatie JC Immerike vrijdag de 6e Prokkelstage van Nijmegen. De Prokkelstage is een middag waarin mensen met een verstandelijke beperking via een stage kennis maken met een bedrijf. Mike Meren liep een dagje mee op onze redactie. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het een hele leuke ervaring om mee te maken, want normaal gesproken zou je hier nooit heen kunnen, maar door de Prokkelstage is het me toch wel gelukt om hierheen te mogen. Ik ben er heel erg blij mee. En wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag naar de Bloemist. Ik ga iemand interviewen. En dat lijkt me een hele leuke ervaring. Dus je hebt er wel zin in, jij? Zeker heb ik er zin in. Zeker te weten. Meen ik echt. Mike gaat als verslaggever op pad om een interview te houden bij Bloemist Kraaienhof, waar een andere stagiaire ook een prokkelstage loopt. Wat doet u met die bloemen in de hand? Heeft u die zelf ingepakt? Ja. Wat vindt u daar leuk aan? Rozen en parken. En stekkers van leentjes knippen. Wat ik nou net zoals ik nou deed. Zou u Bloemist willen worden? Ja. Wat vindt u leuk aan bloemist zijn? Bloemist zijn is een vak waar je heel blij wordt door de kleuren en de geuren. Het is een beleving, iedere keer weer. We hebben steeds nieuwe seizoenen, nieuwe bloemen. En ja, dat is iets wat ik heel erg leuk vind. Hebben jullie eerder een stagiaire gehad? Dit is vandaag voor het eerst dat wij van de Prokkelstage een stagiaire hebben. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat jullie vandaag hier zijn. Ik wil hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan, ik vond het erg leuk. Het lijkt erop dat NEC niet bij de pakken neer gaat zitten na degradatie van afgelopen seizoen. Eerder deze week werd de nieuwe trainer Ruud Brood al gepresenteerd. Vrijdagmiddag werd in een persconferentie verteld hoe de club organisatorisch het komend seizoen ingaat. Er komt een nieuwe raad van commissarissen onder voorzitterschap van Ton van Galen. Primeur daarbij is dat in die raad ook een supporter komt. Verder gaat een extern bureau gedurende de transferperiode NEC adviseren over aan- en verkoop van spelers. Uitgangspunt voor het komende seizoen blijft promotie en dat moet gebeuren in gezamenlijkheid, als één team. Eén ding wat ik compleet uit wil sluiten, er is niemand die de macht heeft over NEC. Want de club is van Nijmegen. Is van de inwoners van Nijmegen, is van de supporters, is van iedereen. Ik ben ook supporter van NEC. Ik heb ook op de tribune gezeten. En nog steeds trouwens, toen ik 8 jaar was tot nu. Ik ben bijna 60, dat is 52 jaar. Maar de club moet wel bestuurd worden. En de club heeft ook investeerders nodig. Om de continuïteit, de financiële continuïteit van de club te waarborgen, heb je vanuit diverse kanten ook supporters nodig die bereid zijn om mee te investeren. En niet alleen qua seizoenkaart, maar ook qua extra middelen om de club te laten bestaan. En dan praat je niet over macht. Dit is natuurlijk wel zo. Voetbal is een organisatie waarbij iedereen graag mee wil praten. Maar macht spreken we niet over. We spreken over structuur, waarbij de directie in feite zeg maar aangesteld wordt door de Raad van Commissarissen. De directie die komt met een beleidsplan, dat wordt wel of niet goedgekeurd door de RVC en de directie behoort dat uit te voeren. Op zijn beurt, ondergetekende ook, die wordt benoemd door de STAK. De STAK die de aandelen houdt in de organisatie of in de topholding van de NEC. En daar zit een verhouding in waarbij zeg maar investeerders, maar ook met name voor het grootste gedeelte zeg maar, de stakeholders van de NEC in vertegenwoordigd zijn. Je klinkt vol vertrouwen en ook het nieuwe plan werd gepresenteerd met vol vertrouwen. Ik neem aan dat je dat ook echt hebt. Ik heb zeker vol vertrouwen. Ik ben iemand die niet makkelijk de handdoek in de ring gooit. Ondanks dat ik zeer teleurgesteld ben en me ook een stuk meer verantwoordelijk voel voor de degradatie. Want de hele organisatie heeft dat gevoeld. Maar ik heb wel weer zoveel energie opgepakt de afgelopen 3 weken dat ik blij ben dat we zoveel goede mensen in de club hebben. Ook die in feite zeg maar, nu actief zijn voor NEC. En voor sommigen heel vervelend dat ze even niet mee kunnen doen omdat we mensen hebben moeten ontslaan. Maar toch hebben we met een enthousiast team, hebben we met z'n allen vol vertrouwen in dat NEC weer gaat schitteren op de velden.
Dit weekend bereiken tropische temperaturen Nijmegen. Ondanks dat mooie weer is er door de Reddingsbrigade Nederland een waarschuwing uitgegeven voor koud water. De temperatuur van het water, dat nu rond de 15 graden ligt, is nog zo koud dat kramp en onderkoeling op de loer liggen. De reddingsbrigade adviseert alleen in het water te gaan waar toezicht is. Wij hebben met onze leerlingen hier afgesproken dat ze niet gaan zwemmen in de Waal. Er kan een akelige onderstroom staan. Dus vandaar pootje baden mogen ze, dat gaan we zelf ook doen. Maar voor de rest zijn we voorzichtig. De intocht van de Nijmeegse Vierdaagse zal dit jaar een stuk stiller zijn. Dat meldt Omroep Gelderland. De gemeente gaat luide muziek op de vier gladiolen aan banden leggen. De gemeente Nijmegen, de diverse marsorganisaties en het bestuur van de Vierdaagse opperden om de overlastgevers dit jaar van tevoren aan te sporen het rustiger aan te doen. Door middel van gesprekken en brieven moet de overlast tot een minimum beperkt blijven. Ook besloot de gemeente de vergunningen voor ontheffing van het geluidsmaximum dit jaar niet te verstrekken aan particulieren en bedrijven op straat. Vrijdag werd één van de twee buizen van het warmtenet onder de Waal doorgetrokken. Hierdoor zal binnenkort het leidingwater worden aangevoerd, dat dan niet meer uit het centrum van de stad komt, maar uit Driel. Het werk startte om 8:00 toen de buizen in de kranen werden gehangen. Vervolgens nam de trekoperatie de hele dag in beslag. Het is een traject van ruim een kilometer en loopt van de noordoever van de Waal naar het terrein van Electrabel in Nijmegen-West. Een groep van zo'n 60 motorrijders reed vrijdag in een rouwstoet van het Danielsplein in Nijmegen naar Beuningen. De groep begeleidde een verongelukte 25-jarige motorrijder naar het crematorium. Daar vormden ze ook een erehaag. De man kwam maandagavond om het leven bij een ongeluk op de Paul Krugerstraat. Op het Danielsplein werd een herdenking gehouden met een stiltemoment en ook een zogenoemde burn-out. De overleden man die donderdagmiddag uit het Maas-Waalkanaal is gehaald, heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Politie, brandweer en ambulance kwamen naar het kanaal om de drenkeling te redden, maar bij aankomst was de man overleden. Vier cafés rondom het Koningsplein organiseren in samenwerking met verschillende brouwerijen aanstaande zondag weer een nieuwe editie van de Nijmeegse Bierfeesten. Van 1 tot 7 kan iedereen die een passie voor bier heeft bekende en minder bekende bieren komen proeven. We hebben een samenwerking en dat is samen met Café Samson, de Opera de Deut en met ons dat we eigenlijk verschillende bierfeesten organiseren door het hele jaar heen. Met Pinkster hebben we altijd Nijmeegse speciaalbierfeesten. Wat daaraan anders is dan met andere feesten is dat dit keer de brouwers zelf komen. Dus de hele Pauwelstraat en Koningsplein staat eigenlijk vol met oud-Hollandse kraampjes. Waar de brouwer zelf in staat, waar je je glas kan kopen bij de kassa en eigenlijk de hele dag van 1 tot 7 je glas kan laten vullen met het biertje waar je zin in hebt. Oké, je zei net al van je koopt een glas. Kun je vertellen hoe het voor de bezoekers precies in zijn werk gaat? Ja, er zijn twee kassenpunten waar je als je eigenlijk het terrein opkomt. Daar koop je een soort van startpakket. Dat houdt in dat er een boekje in zit waar alle bieren met brouwers in staan en wat uitleg over wat het bier precies is. Daar zit alvast een muntje bij en een glas. Dat koop je voor 6 euro en daarna kun je alle munten gewoon loskopen, zoveel als je er eigenlijk zelf wil hebben. Hoeveel verschillende bieren worden er ongeveer geschonken? Want je zei er zijn meer brouwerijen dan eerder. Ja, klopt. Ja, we hebben nu dus 24 brouwerijen. En ik denk dat we, ze nemen ongeveer tussen de 2 en de 6 bieren gemiddeld mee. Dus zeg 4 gemiddeld. En dan heb je dus ruim 80 bieren eigenlijk die je wel kan proeven op die dag. Ja. Oké, dat is een ruim aanbod. Ja, dat is zeker een ruim aanbod. Dus mensen hebben ook wel keus genoeg, ook uit alle verschillende type bieren. En echt net waar ze zin in hebben, kunnen ze eigenlijk halen bij de brouwers. Voor ieder wat wils. Ja, absoluut. Ja. Vrijdag stond de kunstbus in de Wezenhof. In de bus konden buurtbewoners zelfgemaakte kunst tentoonstellen aan hun buren. Op uitnodiging van de gemeente Nijmegen bezocht de kunstbus de afgelopen weken verschillende wijken in Dukenburg. Esther van Winkel is de bedenker en organisator van dit project. Zij zocht deze middag enthousiaste kunstdelers en bewonderaars. Nou, de kunstbus, ook wel de kunstservice, is eigenlijk een oude SUV-wagen die we hebben opgeknapt als rijdende galerie. En daarmee rijden we eigenlijk spontaan een straat in Nijmegen. En dan gaan we bij mensen langs de deuren om te vragen of ze wel eens iets creatiefs hebben gemaakt in hun leven. Het hoeft geen hoogwaardige kunst te zijn, maar gewoon iets wat je ooit hebt gemaakt of wat je misschien hebt gekregen of waar je een mooi verhaal achter hebt. En dat hangen wij in de bus op. En dan nodigen we iedereen uit in de straat om te komen kijken naar de buurtexpositie. En het idee daarachter is eigenlijk dat we proberen om een stukje sociale cohesie te krijgen. Dus dat mensen elkaar wat beter leren kennen. Dat je eindelijk een keer weet dat je buurman misschien ook creatief is.
Ik heb twee foto's meegenomen. Eentje van een appel die aan een waslijn hangt. En de andere van de binnenkant van een schil van een appel. En het lijkt net de buitenkant van de band van een auto. Ik heb meegenomen Orrie. Orrie is een monstertje wat ik heb gemaakt voor mijn jongste zoon. Samen met mijn oudste zoon. En het is gemaakt van een washandje en wat oude lappen en gevuld met wol. Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat mensen toch allemaal spontaan wat doneren. Om te laten zien. En ik vind het ook vooral erg leuk om inderdaad mensen te spreken over hun meegebrachte kunstwerken. Ik vind het heel bijzonder om te zien wat ze allemaal in huis hebben zo. Verrassende dingen eigenlijk. Van mensen waarvan je het eigenlijk niet verwachtte dat ze bijvoorbeeld met fotografie bezig zijn. En dat is wel heel fijn om mee te maken. Dat vind ik echt super. Vind ik echt geweldig. Het is nou leuk om te zien dat ze gewoon in de wijk komen en dan opeens zo'n bus neerzetten. Mensen ontmoeten elkaar. Er gebeurt niet zoveel hier in de wijk. Het is nogal een stille wijk. Dus ik vind het echt top. Het weer in het Rijk van Nijmegen vanaf het Waalstrandje. De zomer laat zich dit weekend van haar beste kant zien. Zaterdag kan de temperatuur oplopen tot plaatselijk 32 graden. Ook zondag loopt het kwik nog op tot een graad of 28. Later die dag wordt het broeierig warm en neemt de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk toe. Maandag wordt het eveneens tropisch, warm met een maximum van 32 graden. Maar de dagen erna halen stevige buien de middagtemperatuur terug naar een aangename 25 graden. En tot zover het N1 nieuws. Hierna kunt u na het hele uur nog kijken naar Kijk Kort en het programma Buurten. En na het half uur kunt u kijken naar Inspiration Shot. Bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend gewenst.